We nemen u mee naar de balie van de bouwmarkt. De een wil iets ruilen, de ander wil advies. Gelukkig maar dat Dick precies weet hoe hij de mensen moet helpen. Precies voor 20 en 35. Klant 1. Hij heeft klachten over een onduidelijk lampje. Maar wat staat er niet meer op? Het wat? Wat staat er niet meer op? Wat staat er niet meer op? Attentie. Ik heb hier een lampje en daar staat geen wat meer op. Of zo iemand. Perfect. Nee, deze is een stuk. Daar kunnen we niks meer mee. Ja, weet u wat het is? Deze is krom. Dus die kan je niet ruilen. Deze zal nog net gaan. Mag ik even de bon zien? Ja, je mag gewoon eraf. Ik heb niks meer gedaan. Nou, hij was al krom, dus ik heb hem even ietsjes meer gebogen. Dat is die 20 bij 20 is dit. Dan kan ik deze kan ik wel eventjes naar achteren nemen. Huh? Ja, deze is ook krom. Dus ik kan er eigenlijk niks mee doen. Hè? Ja, dat, u ziet het, ze zijn krom. Dus ja, nu zijn ze allemaal krom, ja. Ik zet even Dick voor Jan, magazijn. Hier het magazijn, zeg het maar, Dick. Ja, ik heb twee kromme U-profielen die geruild wilden worden. Maar daar doen wij toch niks mee? Nee, dat lijkt me krom. Nee, daar kunnen we helaas niks mee doen, meneer. Sorry. En dit heeft u ook opgehangen gehad, of alleen nee, maar... Nee, het is gewoon een staaltje. Dat mocht ik wel lenen voor 10 euro borg. Oh, voor 10 euro. Even kijken of het wel helemaal heel is nog. Nou, moet je het toch verzamelen. Dan kom ik van de week nog wel een keertje terug. Ja. Kijk. Wat gaat u nou doen? Kijk, dat zag ik al. Ja. Er zit gewoon een gat in. Dus dat kunnen wij niet meer retour nemen. Wat doe je nou? Dus ik leg deze even achter. Maar kijk, u ziet het toch duidelijk. Ik ben de chef. Nou ja, ik ben de... Ik ben de we hebben het alleen thuis zo gehouden. Ja, maar dan bent u waarschijnlijk langs iets gehaakt. Nee, waar hij hing hier. En toen zei die vrouw hier... Ja, neem me mee, maar we gaan niet zo kijken of er gaatjes in. Ja, maar u ziet wel dat er een gaatje is. Ja, maar dat hebben wij dan niet gids. Nou ja, nu zit er een gaatje. Ik denk dat u ergens achter bent blijven. Nee, dat kan niet. Onmogelijk. U krijgt van mij een tientje, maar dan doe ik hetzelfde als met de gordijnen. U een helft en u een helft. En dan zijn we er toch mooi klaar mee. Oh, wilt u deze voor mij kapot knippen? Attentie, ik heb hier twee mensen aan de balie. Die zitten in bananensplits. Oh, kijk, ik wilde hem al kapot laten. Ik denk, hier kom ik nooit meer. Mooi weg. Is hij kapot? Was hij stil? Nee, helemaal niet. Ja, deze is stuk of zo. Ja, dat wist je niet hoor. Dat ik nou, ik hoorde hem al rammelen, dus daarom geef ik hem even een klap. Maar dat weet ik zeker. Ja, maar ik niet natuurlijk. Kijk. Maar ik hoorde hem al. Ja. Nee, daar kan ik niet innemen deze. Nou, ik dacht het wel. U gaat erop rammen en dan gaat u zeggen dat hij stuk is. Ja, dat is lekker. Kijk, dat is gewoon alleen om een extra... Nee, u heeft hem er niet uitgehaald. Dat pik ik niet hoor. Nou ja, hij was helemaal niet stuk. Ik heb hem er niet uitgehaald. In dat loopje van hier naar hier hoorde ik hem al rammelen. Nou ja, kom nou. Gaat er een ram opgeven? Zegt hij dat hij stuk was? Ja, dus ik heb helemaal geen ram erop gegeven hoor. Wat zegt u? Ik heb er geen ram op gegeven. Heb u hier geen ram op gegeven? Nee, niet dat ik weet. Nee. Nee. Wordt u aangegeven? Wordt u wegens... Nou ja, u kunt doen wat u wil, maar ik bedoel, ik heb er geen ram op gegeven. En hij is wel stuk. Yes. Hij is een stuk. Hij geeft er een ram op. Ogenblikje. Attentie, ik heb hier een ram op. Geef er een ram op. Nou zeg, ik vind dit echt een ram. Attentie, ik heb hier iemand op de balie, die zit in een banaan. Nou, gaat er echt over.